een klein rondje onderaan. Wat wordt dit? Telefoon. Ik vind het echt een feest dat we weer met elkaar in één ruimte kunnen zijn. Dat je echt kunt spelen op één plek. En dat je elkaar echt even goed kunt aankijken, de vibe kunt voelen. En dat geeft toch een ander soort energie dan als je dat alleen online doet of hybride. Dus ja, het is prachtig om even lekker bij elkaar te zijn en, en hier aanwezig te mogen zijn met elkaar en echt te netwerken. Nou, als je alles wil weten over hoe je kunt spelen op de werkvloer, en geloof me, spelen dat is gewoon eigenlijk zo in onze basis dat je dat altijd wil doen, dan moet je hier gewoon komen, raak geïnspireerd, raak gemotiveerd om spelen echt ook in te zetten bij je eigen bedrijf. En daarmee je medewerkers blijer te maken. De energie van mensen, de goede energie. En ik denk dat voor velen dat geldde dat het een event was na een hele lange periode. Dus iedereen gewoon weer blij om elkaar te zien. Bekende, onbekende, maar vooral ook nieuwe mensen leren kennen. Maar wel heel veel inspiratie opgedaan, wat ik ook in mijn dagelijks werk kan gaan toepassen. En zeker ook wel bepaalde sprekers dus wil vragen of ze ook een spel willen komen spelen bij mijn opdrachtgever. Nou, jeetje, het was echt te gek. De sfeer was goed, de mensen zijn blij, de bezoekers zijn blij, de sponsoren zijn blij. Ik hoor heel veel goede berichten van mensen en dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Dat ze iets hebben geleerd. En dat ze hebben ingezien dat spelen echt iets toevoegt als je dat inzet in de zakelijke setting. En ja, weet je, dat is uiteindelijk waar voor mij de passie ligt. Het is niet alleen maar lollig en leuk en blij, maar het biedt ook gewoon zo verschrikkelijk veel. Ja, hier kan ik de komende 5 maanden op vooruit. Ja, heel erg gaaf natuurlijk weer om echt die energie te voelen in de ruimte. Ook na elke sessie dat mensen met een bepaalde energie weer terugkomen in de centrale ruimte. Leuk om daar te horen wat mensen eruit halen, wat ze herkennen. Ik denk dat dit wel... er zijn niet heel veel events in deze hoek. Dus het feit als je echt iets doet met business simulaties of serious games... ik denk dat je dan hier aan het goede adres bent. Om echt te laten inspireren, nieuwe dingen te verkennen. Ja, ik denk dat het een wat breder palet is. Maar het heeft inderdaad te maken met... mensen die het zelf faciliteren, die daar misschien wat meer kunnen opdoen. Maar vooral ook mensen die dat naar binnen willen halen in hun bedrijf. Dus zelf die expertise of kunde niet hebben. Oh, ik heb hier een uitdaging bij. Oh, dat bedrijf of dat spel kan daarbij helpen. Dus daar zit een bepaalde speelbreedte in, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat hier vanuit allerlei verschillende invalshoeken enorm veel dingen mee kunt nemen die je bij wijze van spreken morgen kunt toepassen in de praktijk. Geweldig. Ik verheugde me sowieso al op om weer eens wat meer mensen te zien. En ik ken Nancy en ik had geen verwachting bij wat zij precies bedoelde met een dag over gaming op de werkvloer of spelen op de werkvloer. Maar de dag, ja, het is boven verwachting, want ik heb zoveel geleerd. Mensen leren kennen, maar ik vond het vooral ook heel interessant van hoe kan ik ook in mijn bedrijf meer spelen toepassen en hoe belangrijk spelen ook is.